De deugd van de dag van Ashura. Ashura is de tiende dag van de maand Muharram. Het is bij Allah een grootste dag ten opzichte van andere dagen. Op deze dag redde Allah Musa a.s. en zijn volk en deed de farao en zijn volk erin verdrinken. Om deze reden vastte Musa a.s. deze dag uit dankbaarheid jegens Allah. En ook vastte onze profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam op deze dag. Op gezag van Ibn Abbas radiyallahu anhuma dat toen de profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam naar Medina kwam, trof hij ze op deze dag aan terwijl zij vastende waren en ze zeiden: dit is een geweldige dag en het is de dag waarop Allah Musa redde en Farao's volk deed verdrinken. Dus vastte Musa uit dankbaarheid jegens Allah. Hij sallallahu alayhi wa sallam zei: ik sta dichter bij Musa dan zij. Daarom vastte hij en beval om deze dag te vasten. En Ashura vasten is een grote deugd. Het wist de zonde van het afgelopen jaar uit. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zei: en voor het vasten op de dag van Ashura hoop ik dat Allah de zonde van het afgelopen jaar zal wissen. Dus degene die Ashura vast krijgt deze grote beloning. En degene die ook de negende dag vast zal nog meer beloning krijgen.